Ik heb je van alles verteld, hè, van mijn leven. Nou, maar ik heb je nog niet verteld van... wat ik voor een kindje was toen ik op de aarde kwam. Zal ik u dat eens vertellen? Ik was een couveuse kindje. Ja. Ik was een echt authentiek mens. Ik was een couveuse kindje. Mijn moeder heeft me dat verteld. Het is authentiek. Hier zit een couveuse kindje. ...84 kilo. Ja, nee, maar dat is waar, mensen. Dat, ik weet niet precies wat dat zeggen wil, maar mijn moeder heeft me dat verteld. En die zei, toen jij op de wereld kwam, toen jij geboren werd, toen kon je in een sigarenkistje. Ik kon in een sigarenkistje. Ja, ze bedoelde niet die platte kistjes, hoor. Maar je hebt kistjes die zijn wat hoger. Daar gaan er 50 in. 50 sigaren. En in zo'n kistje zou ik dan hebben gekund, zei mijn moeder. En dan kon het dekseltje nog dicht ook zijn. Ja. Maar ze heeft het natuurlijk nooit kunnen bewijzen. Want ze kon geen kistje kopen van 50 stuks. Dat was veel te duur. Mijn vader ook, die rookte de sigaren. Rookte wel sigaren, maar stuk voor stuk. Die kocht de sigaren per stuk, mijn vader. Of twee en drie in een zakkie. In een zakkie. In een papieren zakkie. Drie sigaren. Ik zie dat zakje nog zo op de schoorsteen staan, zeg. Had je zo die schouw en in het midden stond de pendule. De pendule, dat zei mijn moeder, die had Frans gestudeerd. Ja, bij de zusters Urseline in de Plakstraat. Had die Frans gestudeerd, die zei de pendule. En ze zei ook Charlie Chaplin. Dat is allemaal echt, hoor, uit de familie. En ik zie dat zakje sigaren nog zo staan, dat sigarenzakje. En nou had ik een tante, hè? En... die tante, die... Nee, Jo is een andere tante. U bent behoorlijk op de hoogte, vind ik, hè? Maar dat is eigenlijk één grote familie zijn we geworden in de loop van de jaren, hè? Maar ik had één tante en dat was tante Cor. Die heb ik nog nooit ter sprake gebracht in een conference. Want, ja, nou wil ik niet zeggen dat dat een nare vrouw was. Maar ik wil eigenlijk zeggen dat dat een hele nare vrouw was. En Cor, die had ook overal haar. Overal haar. Te veel haar, zeg je. Ja, waar ze dat had, weet ik ook niet, maar... Ik kan ik niet in details treden, maar ze had overal haar. En iedereen zei ook, daar heb je haar ook weer. En die tante Cor, die moet je voorstellen, ik lag in de wieg. Hè? Ik lag in de wieg. En ik had aan de wieg... wacht eventjes. Ik had een gordijntje aan de wieg. En dat gordijntje, dat was zo was een poppenkast, zou ik maar zeggen. Poppenkast, zo. En dan kwam Cor, tante Cor. En die stak dan die kop van haar. Tussen het gordijntje. Ik schrok me kapot. En die had een neus... Zo lang, iedere keer als die neus naar binnen kwam, dan dacht ik, nou krijg ik een banaan. En weet je wat tante Cor, wat die nou leuk vond? Die vond het nou leuk om de sigarenzakjes op te blazen. Ik zie dat nog blazen. En dan sloeg ze kapot
bij mij in mijn wieg. Vlak bij mijn oor. Nou moet ik erbij zeggen, die wieg die was niet van mij. Dat was de wieg van mijn oudste broer. Die had daar al in gelegen. Voordat ik erin kwam. En toen ik erin stapte, toen lag er nog een rammelaar van hem. Maar daar zat niks meer in. Dat had hij er al uitgerammeld. Maar dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Dus ik zat ook Germ de hele dag met... Zat ik als een gek te rammelen. Ik dacht eerst dat mijn oren kapot waren. Ik denk, mijn trommelvliezen zijn gescheurd. Van die klappen van dat sigarenzakje. Dat waren zo'n beetje de eerste verschijnselen in mijn leven. En gek, dat zit toch altijd in je. En weet je wat ik dan vreselijk vond? Dan pakten ze me af en toe uit de wieg. En dan legden ze me, of dan zetten ze me in de box. Dat vond ik erg, hoor. Heb je daar ook in gezeten? Dat vond ik zo vreselijk. Ik zat ook om de haverklap met mijn harsjes tussen die spijltjes. En dan moest ome Dirk weer komen. En die was houthakker. En die had sukke handen. En die zaagde me dan zo uit die spijltjes. En die had sukke handen. En dan moest ik, als hij kwam, moest ik met hem zingen... Klappers in de handjes, blij, blij, blij. Op het boze... En als dan kwam op het boze bolletje... Dan zat ik 10 minuten op mijn eigen fontanelle te hengsten. En helemaal lachen met die kolenschoppen. Zulke jatten. En zulke korte vingertjes. Een houthakker, hè? Ja, wat wil je... Zeg, en heeft u ook in die kinderstoel gezeten? Heb je dat ook gehad, dat je daarin moest zitten? Vreselijk, hè? Wat doen we toch de kinderen aan, hè? Dan moeten die daar... Ik vond die stoel veel te hoog. Als andere mensen gaan zitten, dan worden ze kleiner, zie je? En de kinderen, die worden veel hoger. Die worden hoger. En daar zat ik werd kotsmisselijk als ik naar beneden keek. En er zat een telraampje aan. Met die balletjes. Heb je daar ook mee zitten schuiven? Ik ook. Maar ik had er maar 2. Ik had maar 2 balletjes. Ik heb ze nog. Ik bewaar ze. In een sigarenzakje. Voor de kleinkinderen. Serieus, mensen. Daar moet u niet om lachen. Dat is een serieuze... Daar heb ik me over opgewonden. Steeds. Je moet kinderen niet leren tellen. Als dat het eerste is wat kinderen leren. Wat moet dat dan later worden? Ik denk dan altijd aan de eerste mensen. Die telden helemaal niet. Adam en Eva in het paradijs. En die waren gelukkig, dat noemden ze het paradijs. Omdat ze niet telden. De wereld gaat kapot aan het tellen. Dat is nou juist de vreemde constitutie in de bestelling. Dat is een nomen. Dan vind ik eigenlijk staan dat nomen en water naar liggen. Dan moet je mij dat niet meer vertellen. Nee, maar mensen, dat is waar. Dat is waar. De mensen, de paradijs, hadden ze geen klokken, daar hadden ze geen kalenders, niks, cijfers, no, no, nobody. Stel je voor dat Eva dat hij door het paradijs gelopen had, zo. Dat kon niet. Die kon niet op de klok kijken. En het gekke was, als ze zo deed, dan wist hij hoe laat het was. Dan was het 3:30.
Mensen, ik heb daar op die school, daar was ik een beetje, een klein beetje paradijselijk kind. Omdat ik niks had. Ik had niks en ik wist niks. Dus als de meester vroeg, Hermans, wat ligt er aan de Maas? Dan dacht ik, laat maar liggen. En na school, dat weet ik ook nog, na school, dan liep ik het park in Sittard. Het park waar die mooie villa's stonden. En daar hadden ze een tennisbaan. En dan hoorde je die dames, die rijke vrouwen, die hoorde je dan met de tennis, hoorde je ze... Dat vond ik leuk. Ja, dat hoorde je bij mij in de buurt niet. Ja, je hoorde het wel, maar daar waren ze niet aan tennissen.